Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Celine voor de mensen die mij nog niet kennen. En ik ga vandaag weer een adventkalender openmaken. Namelijk de My Charity adventkalender. Ik heb hem nog helemaal in de doos zitten. Zeg maar sinds dat hij binnen is gekomen. Dus ik ga hem denk ik gelijk openmaken. En dan kan ik gaan beginnen. Dus ik denk dat ik dat gewoon gelijk ga doen. Ben je nou nu al benieuwd naar deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je nou niet nog meer video's wilt gaan missen. Oké, hier komt iets. Helaas de verkeerde kant, maar dit is hem. Het is gewoon een adventkalender, zeg maar. Hij ziet er hetzelfde uit als vorig jaar, maar volgens mij is er echt iets heel anders aan. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar wat erin gaat zitten. Je kan kiezen voor goud, zilver. Ik heb gekozen voor goud, want shoot, draag ik goud. Ik krijg altijd goud. Ik heb nu alleen geen ringen om trouwens, maar dat maakt niet uit hoor. In ieder geval, je kan dit ook echt heel leuk als een cadeau geven voor kerst. Want mensen, volgens mij ben ik niet de enige die dit gewoon altijd meteen openmaakt als ze dit binnen hebben of als ze dit gaan kopen. Ik had een paar jaar geleden, of vorig jaar of dat jaar daarvoor, had ik ook een adventkalender van My Jewelry. Toen heb ik het van My Jewelry gekregen en heb ik het gekocht. Maar ik vond hem toen niet heel spectaculair. Dus ik ben heel erg benieuwd naar nu. Hij kost in totaal 70 euro. Hier net hele mooie sterretjes aan waarin je dit zeg maar als een cadeautje kan geven. En ik denk ook dat het echt een mensen dat je daar best wel blij mee maakt. Oké, ik maak het open en er staat op Merry Christmas. En er zitten allemaal pakjes in. Als het goed is, moet je dit gaan ophangen. Hoe werkt dit? Oké. Oké, nou. Ik moet dit dus nu even gaan zoeken hoe ik dit ga ophangen, want... Oké, nou ik sta nu, want de pakjes hangen, zeg maar, een soort van. Ik heb het geprobeerd aan mijn led. Ik hoop dat het heel blijft. En ik denk dat ik maar gewoon het eerste pakje, die heb ik hier gehangen. Oké, ik heb het eerste pakje heb ik opengemaakt. Ik vind het er wel leuk uitzien, maar ja, of je het nou echt gaat ophangen helemaal. Oké, ik ga het gewoon openmaken. Het zijn wel leuke pakjes. Vorig jaar waren het volgens mij doosjes waar het in zat. En dat vond ik ook wel leuk. Oh, en er zitten maar 10 vakjes in. Voor 70 euro, dus ik ben benieuwd. Er zit in... sterretjes oorbellen. Op zich voor met kerst wel leuk. Ik ga ze even indoen, dan zie je een beter beeld. Ik zelf heb eigenlijk nog nooit echt My Jewelry... dingen gehad, alleen toen ik een samenwerking met hen had. Maar verder, ik ben sowieso niet echt een heel erg sieraden persoon, maar ik vind sieraden wel leuk. Oké. Ja, en ik draag meestal altijd oorbellen wat ik voor mensen krijg, of sieraadjes wat ik voor mensen krijg. Dat zomaar betekent dat ik die leuk. Dat ik al zeg, die is van die en die heb ik samen met die. En... Oké, dit zijn de oorbellen. De sterretjes. Ik vind het op zich best wel oké, leuk. Leuk voor met kerst, zou ik zeggen. Ik ga door naar de volgende en dat is nummer 2. En dit, hier ben ik ook echt heel erg. Ik ben gewoon echt benieuwd naar wat erin zit, want... Vorig jaar zat er zeg maar heel erg veel opvullingsproducten in. Zoals je dat drinkt. Zaten er gewoon elastiekjes in. En toen dacht ik echt van, ja, maar dit kan ik ook voor kruiden wat kopen. In plaats van dat je er zeg maar 70 euro besteedt. En dat je maar een elastiekje krijgt en een paar sieraden, snap je? Een ketting met niks eraan. Wat heb ik er dan aan? Ja, deze ketting heeft ook niks hoor. Ja, dat hoort, dat is het modelletje ervan. Maar dit vind ik echt een ketting waar iets aan. En dit lijkt... Oh nee, het leek even zilver.
Het is gewoon een normale gouden ketting met helemaal niks eraan. Ik denk dat ze dus dan ergens mee komen dat er een bedoekje ergens in komt. Dat zou me niks verbazen dat het zeg maar een beetje opvulling is. Dat vind ik een beetje zonde. Oké, nummer 3. Dit is nummer 3. Ja, ik had gelijk. Een bedoeltje. Die zit hier. Leuk bedoeltje op zich hoor. Niks mis bij de ketting. Oké, nou hier is de ketting. Dan ga ik het gewoon even omdoen. Dan heb ik gewoon alles om. En dan hoop ik dat alles leuk is. Oh, ik heb hem nu wel echt heel erg lang zitten. Maakt dat nu iets uit? Doe maar even iets korter. Oh, hij hoort zo lang. Oké, nou ik heb hem nu op zijn allerkort staan. Leuke ketting op zich, maar wel zonder dat het bedeltje niet erbij zit. Ik dus zeg maar, vind ik een beetje zonde. Oké. Ik heb trouwens een best wel nette outfit aan. Ik heb een body aan en op mijn achterkant is hij bloot. Maar ja, winter, dus ik dacht ik doe daar even lekker een blazer overheen. Nummer 4 trouwens hebben we al. Een armbandje. Dat is op zich wel leuk. Ik heb niet heel veel armbandjes, dus die kan ik lekker om mijn hand heen doen. Als dat me lukt, want ik ben niet zo'n pro met armbandjes op mezelf. Oké. Nou, oh trouwens, sorry, dit is de armband. Zo, dit is het patroontje. Het is gewoon een soort slangerig patroontje, vind ik. Oké, even kijken, hoe ga ik dit doen? Dit is echt mijn grootste nachtmerrie, een armband onder bij mezelf. Oh my god. Oké, nou ik heb hem om. Hier, bij mijn andere armband. Oké, nou ik heb het armbandje om. Leuk. Oké, ik ga nu naar de volgende. Dit is dus al... Oh shit. Een kaarsvat. Sorry. Dit is nummer 5. Ik probeer altijd met die touwtjes het open te krijgen, maar dat ik... Oh my god. Ringen van hier tot Tokio. Dit gaat mij zo niet staan. Ik zal even eentje indoen. Mijn ringoorbellen die ik nu draag zijn al te groot. Oh my god. Dit is zo heftig. Dit zou mijn zus dragen, denk ik, toen zij naar de middelbare school ging. Sorry, maar ik vind dat het me niet heel erg staat ofzo. Ik vind dat het niet echt iets heeft. Oké, nou, ik ga deze even uitdoen. Leuk voor een feestje, denk ik, maar die vind ik wel leuk. Is leuk echt voor kerst ook. Ja, die grote oorbellen, ik denk dat het echt bij andere meiden echt heel leuk staat, maar bij mij vind ik hem niet echt heel erg geweldig. Dit is nummer 6. Ik vind het ook echt leuke patroontjes voor dat glitter, die kleurroze ook en dat het allemaal zo... Dat vind ik wel leuk. Het ziet er wel leuk uit, mijn jewelry. Maar... Oh, dit is een ring. Ik denk dat deze... Is het hetzelfde? Nee. Het is wel echt heel erg groot. Oké, nou dit is de ring. Ik weet niet hoe moet ik het... Ik denk dat ik dit heel gewoon moet laten zien. Dit is mijn ring. Ik vind hem leuk. Volgens mij is die, zeg maar, hoort hij samen met dit. Dus dat vind ik op zich wel leuk. Dat is voor mij zo samen met. Maar hij is wel echt veel te groot. Dus ik moet hem hier dragen. Maar ja, hier had ik ook nog geen ring. Dus dat is top. Even kijken. Volgende. Ik denk trouwens dat alles wat, zeg maar, je het goud hebt. Dat je dat ook krijgt in het zilver. Maar dat weet ik niet zeker. Oh, dit is weer een ketting. My jewelry komt op. Staat erop. Love. Nou, dit is de ketting. Je kan het denk ik niet zo heel erg goed zien door het
licht, maar hier staat op love. Dus dat is wel leuk. Op beeld lijken misschien dat een zilver. Dit staat op zich wel leuk zo. Hij moet eigenlijk net iets langer weer, maar het kan prima. Dit is leuk zo. Ja, leuk. Leuke sieraden. Nummer 8. Ik ben benieuwd. Ik hoop stiekem dat er eigenlijk nog een ring in zit. Dit is echt mijn lievelingsspeeltje. Een soort van vars. Of geel is ook even mijn echt groen. Ja, I'm sorry. Ik kan er niks aan doen. Oorbellies. Die echt extreem zijn. Voor mijn kleine oortje. Ik ga er maar één uithalen. Ik ben benieuwd hoe dit bestaat. Ik denk niet per se heel erg goed. Mijn oor is gewoon niet zo heel erg voor grote oorbellen gemaakt. Oké, nou dit is het. Ja, ik weet niet. Dit past gewoon niet eens op mijn oor, dit rondje. Ik denk dat de bedoeling ervan is. Dus ik vind het niet echt per se bij mij heel erg goed passen. Maar bij andere mensen staat het denk ik wel echt heel goed. Maar bij mij vind ik het nou net niet dat ik denk van... Dit wordt mijn normal outfit. Of normal look. Net niet. Dus ja. Oké, ik doe weer die ring in. Of die ster. Dan heb ik er nog twee te gaan. Even kijken. Nummer 9. Dat is deze. Leuk. Ik hoor weer wat. Dus ik denk een ketting of een armband. Ik denk zoiets. Ja. Een armband. Dit is de armband. Op zich wel een prima armband. Ik weet niet of het me heel goed gaat staan. Ik doe dit wel even uit. Kijken hoe werkt dit. Hoe gaan we dit? Deze ga ik ook om deze hand doen. Oké, nou ik heb hem om. Of die nou helemaal goed op zijn plek hier past. Niet per se. Maar ik vind hem zeker niet verkeerd passen. Dan gaan we door naar pakje nummer 10. En dat is deze. De allerlaatste. Ik vind wel dat je er heel snel doorheen bent hoor. Als ik heel eerlijk ben. Dit is weer een armbandje. Met diamantjes. Ja, gewoon een armbandje. Ik hoop dat, dat ik deze omkrijg. Die doe ik dan wel voor mijn andere hand. Op zich wel een leuke opvulling. Ik heb dus nu alles al gehad van de My Jewelry adventkalender. Ik vind dat het echt super snel is gaan vergeleken met andere adventkalenders. Maar ik ben er wel echt heel 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 blij mee. En ik denk ook echt dat... Op zich zeg maar, ik vind de ring vind ik leuk. Ik vind deze heel leuk. Ik vind de armbanden op zich deze grote niet zo heel erg. Dat vind ik een beetje te grof voor mijn hand. Deze vind ik leuk, want die matcht met je ring. Deze sterrenoorbellen vind ik leuk. Deze kettingjes vind ik leuk. Ik vind alleen deze twee oorbellen vind ik niet echt heel erg. Ik vind dat het leuk bij me staat. Het staat op zich wel... Het staat prima zeg maar. Het staat niet alsof het... Het staat ook niet zeg maar. Maar je snapt het. Ja, het is gewoon niet per se mijn ding denk ik. Ik denk dat ik het daarop moet houden. Maar ja, wat kan ik? Moet even snel deze erin doen, want anders kan ik haar niet zeggen. Ik geef het gewoon lekker aan mijn zus of zo. Oh nee, die draagt zilver. Yep. Nou, deze twee oorbellen vind ik minder. Ik vind de kettingjes op zich leuk. Ik vond alleen jammer dat dat bedeltje weer in een ander zakje zat. Vond ik een beetje onnodig. Dat had ik gewoon samen kunnen zijn. Vind ik het het geld waard? Heel eerlijk, nee. Want dit soort sieraden kan je ook bij de kruidvat of etels halen. Maar op zich is het wel goede kwaliteit. En dan komt dat er weer allemaal bij. Maar of ik het echt waard vind. Niet per se. Want ik vind dat er best wel veel weinig in zit. Vergeleken met vorig jaar. Want toen waren er echt iets van. Volgens mij waren het er toen 15 vakjes. Of 16. Ik weet het niet precies. Maar toen waren er echt veel meer vakjes. Maar ik vind het op zich wel. Ik vind het geslaagd. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren hier beneden.
Wil je nou niks missen, vergeet dan niet op het belletje te klikken. En laat weten wat je van deze video vond onder in de comments. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Tadaa!